En nu ga ik wat leuks doen. En, heel leuk, ik heb ook nog een kortingscode. Die zet ik onder de video. Oké, sommige mensen. Ja. Nee, ik val mee, maar ze smelt gewoon in je mond hoor. Niet in je hand. Goedemorgen, het is dinsdag en ik zie dat mijn klok, terwijl ik daar net nieuwe batterijen natuurlijk pas in heb gedaan, weer wat achterloopt. Dat moet ik wel even goed in de gaten houden. Mijn nieuwe batterij erin is niet heel makkelijk. We gaan zo naar school. Zij is daar nu dus aangekleed, heeft een beter. Ik moet even een pauzehapje meegeven. En dan gaan we zo de fiets op. Hallo mop, ik ben weer thuis en ik heb nog even met Masha staan kletsen, want we waren tegelijk boodschap aan het doen en we waren allebei op de fiets. En Masha is natuurlijk mijn buurvrouw, dus we hebben heel gezellig gekletst. Net mijn boodschap opgeruimd, echt altijd heb ik mijn boodschap gedaan, denk ik ben ik klaar en dan of Marco komt weer met iets of is op of Sarah, dus dan mag ik altijd weer nog een keer. Maar goed, morgenavond komt de picknick. Dus als ik nu iets heb, zet ik het op die lijst. Dan is morgenavond, maar deze dingen waren sneller nodig. En nu ga ik wat leuks doen. Ik heb natuurlijk die lijsten van Decennio. Dat zijn deze. Maar ik wil daar eigenlijk wel heel graag meer van. En nu heb ik dus gezien, dat wist ik eerst niet, dat je bij Decennio een applicatie op de website hebt. En daar kan je dus zeg maar je fotoband mee samenstellen. En dat is echt heel leuk. Ik ga het laten zien. Oké, dan gaan we dus even naar de app. En dan moeten we hem op volledig scherm zetten. En dan kunnen we starten. Nou, dan kan je hier dus een beetje je opstelling kiezen. Nou, stel je hebt het dus zo boven de bank of een smallere hoek. Of toch met de applicatie, dan wil je hem dus meer hier. Voor mij, omdat ik hem in het midden van de muur wil, kies ik dus deze. En dan kan je dus kiezen bijvoorbeeld twee redelijk grote lijsten of twee nog groter. Nou, dit is een beetje wat ik nu heb, alleen dit zijn dan andere maten. Zo heb je allerlei mogelijkheden. Dit is de maat die ik nu heb, de 30-40. Alleen ik heb ze alle drie naast elkaar. Dus bij mij wordt de samenstelling iets anders. Maar dan kan je dus bijvoorbeeld kiezen allemaal maatjes. En dan kan je dus per foto kan je dus bijvoorbeeld producten kiezen. Bijvoorbeeld deze is leuk hier. En hier, ik doe nu even random iets hoor, om gewoon eens te kijken. Decennio heeft natuurlijk veel. Je kan hier dus ook de productgroep kiezen. Zoiets. En dan hier, dan weer denk ik zoiets achtigs. Even kijken. Die is ook wel mooi. En dan hier. Kijken wat er nog meer is. Zoiets. En zo kan je dus een hele fotowand samenstellen. En ik wil dus eigenlijk kijken met de lijsten die ik heb. Ook al is mijn samenstelling dan wel iets anders. Maar om dat er allemaal dan in te zetten. En dan te kijken hoe dat allemaal bij elkaar matcht. Deze heb ik bijvoorbeeld. Dus dan kan je wel kijken als ik die heb. En bijvoorbeeld met een roze plaatje. Oh, hij stelt niet heel lekker scherp elke keer. Hoe dat dan allemaal bij elkaar gaat worden. Dus dat is wel heel erg leuk. Dan heb je echt een idee, als ik het zo ga ophangen, wat voor beeld geeft dat dan aan mijn muur? Even kijken, als er nog iets met roze. Want ik heb best wel wat roze. Ik heb zo'n soort, maar dan een ander. En hier, wat doen we hier dan? En hier,
Nou, dan heb je bijvoorbeeld dus zo'n wand. Kun je dit goed zien? En dan kan je dus ook zeggen, gelijk, als je naar de volgende stap gaat, wat voor lijsten je wil. Wil je bijvoorbeeld zulke lijsten? Nou, dat is de lijst die ik heb. Of rosé goud of goudkleurig. Dit is weer zilver. Dit is weer wit. Dus dan kan je kijken, nou, ik had dus zo'n lijst. En dan kan je zeggen, bijvoorbeeld, ik ben klaar. En dan kan je zo je hele wand kopen, als je dat dus wilt. Ik wil er 3 lijsten bij, dus dan moet ik even kijken. Zo kan ik het totaal zien en kan je ze ook eventueel losbestellen. Want bijvoorbeeld deze heb ik al en ik heb zo'n soort wel een ander. Maar dit is dus helemaal leuk. En als je dat weer wil veranderen, kan je weer opnieuw een andere setting kiezen. En zo heb je dus echt een idee. Zo gaat het eruit zien als het aan mijn wand hangt. En, heel leuk, ik heb ook nog een kortingscode. Die zet ik onder de video. Daarmee krijg je 10% korting op je hele bestelling bij Decennio. Alleen de personalized, handpicked en... nee, alleen die. Oh ja, en de lijsten. Die vallen daar niet onder. Maar op de rest van je bestelling dus 10% korting. Dus zeker met een fotowand scheelt dat best wel veel geld. Hij staat hieronder in beeld en de einddatum alles staat daarbij. Ik heb ook nog wat anders lekkers trouwens meegenomen met boodschappen doen. Ik heb een refill van deze gehaald. Deze is zo lekker. En die had ik ook. En ik heb verschillende vaak in huis. Maar deze vind ik zo lekker ruiken in huis. En ik zag dat hij ging eruit. Dus eigenlijk vergat ik elke keer deze te halen. Maar hij stond nu in de weg is weg. Toen dacht ik, hé, die moet ik echt nog hebben voor die helemaal op is. Want deze is zo geweldig lekker. Tijd om Sarah op te gaan halen. En dan gaat Sarah naar de afspraak. Ik ga even langs een broertje. Ik heb ook wat spullen die ik daar gelijk moet brengen. En dan Sarah ophalen. Ik ben de hele tijd bezig geweest. Wasjes draaien, gewoon nog wat spullen uitzoeken. Maar echt, het komt er harder in dan dat het uitgaat bij mij. Echt, echt drama, maar goed. Ja. Ik ben benieuwd wat ze het heeft gedaan vandaag op school. Ze moest best wel veel dingen doen, dus. Oké, sommige mensen. Ja. Ik kan me echt wel irriteren aan mensen die rare dingen doen in het verkeer. In ieder geval vooral mensen die heel egoïstisch zijn in het verkeer. Dat is echt een irritatiepunt van mij. Weet je, dat je bijvoorbeeld een rotonde afgaat en niet even richting aangeeft. Terwijl een ander dan staat te wachten. Of als iedereen netjes staat te wachten omdat met voorrangsregels op een kruispunt. En dan toch één die er even snel toch voorbij wil. Ik geef ook altijd, net als nu, kinderen op een kruispunt, als het kan, even voorrang, weet je. Laat de kinderen gewoon weg zijn uit zo'n drukpunt. En soms nu dan niet, maar dan geef je kinderen voorrang en dan denkt een ander, nou dan gooi ik hem er nog even tussen. Dat ik denk, jeetje, wacht gewoon even 20 seconden. Wat is dat nou? Echt, ja, dat is echt een mega irritatiepunt voor mij in het verkeer. Ja, als je allemaal wat socialer bent, dan is het veel leuker. En ik denk ook dat als je allemaal wat socialer bent, dat je eigenlijk met z'n allen veel sneller bent. Want soms wil de ene auto zo erg voordringen dat daardoor iedereen eigenlijk vaststaat. Dat ik denk, als je gewoon heel even had gewacht. Denk bijvoorbeeld op een drukpunt dat de auto's met een kruispunt niet helemaal door kunnen rijden. En dan gaat het licht op groen. En dan moeten ze er toch even door. En dan staan ze allemaal op een kruispunt. En dan gaat een andere baan, een andere rijrichting op groen. Die dan niet in de verstopping zit, maar die kan er dan ook niet door. Waardoor heel die kant ook vastloopt. Dan denk ik, wacht gewoon even voor dat licht. Als je er niet op kan, als je dat allemaal doet, dan kunnen die andere banen gewoon doorrijden. En dan is dat allemaal niet helemaal verstopt. Maar goed, het zal aan mij liggen. Oh, je hebt... Daar ligt al voor. Ja, deze was er vorige keer ook. Deze twee. Dat is het hoedje en diegene die zo overbelichten. Maar ik zag wel dat die ene die vorige week zo klein was. Kijk, die is echt gegroeid, hè? Ja. Kijk, die is super groot geworden.
kijken of we nog een ander soort paddenstoel. Want deze is anders dan die andere twee. Misschien vinden we nog een soort. We hebben wel het hoedje van vorige keer gevonden. Of het bakje. Hij is wel gegroeid. Hij is wel mooi geworden, hè? Ja. Zullen we er steen in leggen? Nee, we gaan er geen steen in leggen. Dan gaat hij kapot. Laat hem maar gewoon zo staan. En we hebben nog twee hele mooie gevonden, hè? Deze zijn wel weer heel anders. Ja. Moet kijken van dichtbij, Sarah. Ze hebben prachtige draadjes eraan, lijkt wel. Nou, wel heel mooi, hè? Ja. Hele coole paddenstoelen. Ik wil echt mijn jobby binnenkrijgen. Het duurt echt lang. Marco is even met Marco weg. Dat klinkt altijd heel raar. Marco. Maar die ging Marco even helpen iets ophalen. En die is verder wel gewoon thuis vanavond. En ik heb zo'n zin om Meredith's First Sight verder te kijken. Want echt, er gebeurde gisteren zoveel. We gingen natuurlijk ook zo laat naar bed erdoor. Maar ik wil zo graag weten hoe het verder gaat. Het was best wel heftig allemaal. Maar ik zit er helemaal in. En het is zo frappant, want normaal hou ik helemaal niet van dit soort series. In ieder geval, ik kijk het eigenlijk nooit. En nu ben ik helemaal geobsedeerd met wat verder gaat gebeuren. En zit gewoon de hele dag in mijn hoofd dat ik denk, ik wil echt weer kijken. Maar goed, ik denk, doe wel gelijk even snel editen nu. Ik wil eigenlijk thee zetten, maar ik denk eerst even die edit. Dan kan die renderen en dan heb ik zo helemaal vrij om verder te kijken. Welke M&M's ik wel lekker vind ook? Die hebben ze soms. Die karamel zeezout M&M's. Zo, die zijn lekker. Nee, ik val mee, maar het smelt gewoon in je mond hoor. Niet in je hand. Maar ik vind mijn pinda het lekkerst. Ik lust die wel, die crunch, maar ik vind ze wel de minste van allemaal. Wij gaan eindelijk weer Meredith's First Sight kijken. Echt, we hebben echt 22 uur niet gekeken of zo. En ik heb echt zoiets, ik wil echt weten hoe het verder gaat. Het is echt zo spannend allemaal wat er gebeurt. Oké, deze serie echt. Nou, er gebeuren dingen dat ik echt elke keer zit van wauw. Ja, die ene goos waar we het elke keer over hadden. Dat is echt. We zitten allebei echt vol verbazing te kijken. En vinden het zo knap hoe zij het volhoudt. Ik zeg, ik zou het echt in 2 minuten hebben volgehouden. Ik denk dat ik het niet eens tot het jaarwoord had volgehouden met hem. En nu doet het al een maand. Echt, wauw. Maar goed, we gaan het dit keer niet zo laat maken als gisteren. Dus Marco loopt nu net naar boven. En ik ga ook lekker mijn bed in. Dus ik wil je bedanken voor het kijken. Vergeet niet een duimpje en een leuke reactie achter te laten. En ben je niet geabonneerd, klik even op abonneren hieronder. Dan zie ik je morgen weer. Doei doei!